Wij zijn Wooting, wij zijn een jonge start-up uit Nederland en wij maken analoge toetsenborden voor gamers. Een analoge toetsenborden betekent eigenlijk dat als je een toets indrukt, dan is het normaal gesproken alleen maar aan of uit. En wij kunnen alle waarden ertussenin lezen, een beetje als een gaspedaal in een toetsenbord. Gamers willen vaak een snelle reactietijd hebben van een toetsenbord. Dus ik hoef hem maar een heel klein beetje in te drukken en dan activeert hij al. Maar ik kan hem ook verder indrukken en dan zie je dat hij steeds meer reageert op basis van mijn druk. Dit is ons nieuwste product en deze toetsenbord kan het detecteren als je hem zelfs maar 0,1 mm indrukt. En dat heeft geen ander toetsenbord op de markt. Toen we net begonnen hadden we geen markt, we hadden geen geld en we hadden geen kennis. Toen dachten we, wat we wel kunnen doen is een crowdfunding. With your contribution and our passion, together we can make the Wooting too. Nou, dat was een groot succes. Alleen hadden we toen de tijd ook heel veel van de functionaliteit laten zien. En nu zijn we 5 modellen verder en dachten we, wow, oké, dit moeten we beter beschermen. Dus zijn we naar het Octrooicentrum Nederland gegaan om meer advies in te winnen. Bij het eerste gesprek met de adviseur was het eerst dat ze eigenlijk zei van, hebben jullie niet eigenlijk al best wel veel gedeeld? En dat maakt het natuurlijk voor een octrooi best wel moeilijk. Desondanks had ze hele slimme adviezen, bijvoorbeeld door gewoon op specifieke markten te richten. Of juist op hele specifieke van de dingen van de techniek dat je daar alsnog een octrooi op kan aanvragen. Uit dat gesprek konden we concluderen dat we wat strategischer kunnen omgaan met een octrooi. Aan de ene kant kunnen we concurrenten afschrikken door onze techniek te beschermen. Maar aan de andere kant konden we een octrooi ook gebruiken om te licenseren aan de concurrenten. Ja, het was voor ons heel verhelderend, want een octrooi is best wel een beetje spannend natuurlijk. En het heeft ons echt wel een goede basis gegeven om te kijken van oké, als we van het volgende product, dat we dan echt vanaf het begin mee aan de slag kunnen. En er veel verklappen online, ja precies.